Ik vind dit zo ontstellend belangrijk. Het is 15 augustus 2019, precies 74 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Japanse bezetting van Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. De slachtoffers van die bezetting werden donderdag herdacht bij het Indisch monument in de Scheveningse bosjes. En dat vindt de organisatie van de herdenking nog steeds van groot belang. Want Nederlands-Indië behoorde in die tijd tot het Koninkrijk. En die oorlog duurde dus veel langer dan 4 en 5 mei. Maar tot 15 augustus. Dus vandaar is dit een heel belangrijk nationaal moment. En zeker naarmate de oorlog steeds verder weggaat in ons geheugen, en dat eigenlijk alleen nog maar de eerste generatie, zoals wij dat noemen, het heeft meegemaakt, vinden wij het juist alleen maar belangrijker worden dat we aandacht blijven besteden aan herdenken van die verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog. De herdenking kende meerdere sprekers, ceremonies en aanwezigen die zich nog altijd verbonden voelen met de gebeurtenissen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Ja, voor mij dan en ook ter nagedachtenis van mijn ouders en andere familieleden die in de oorlog zijn overleden, is dit een ontzettende belangrijke gebeurtenis. We weg in een huis dat niet meer bestaat. En dat schrijnt inmiddels 74 jaar na het einde van de Japanse bezetting. Nog steeds. Want wat vindt u er dan van dat wij hier vandaag in zulke grote getalen aanwezig zijn om nog altijd in saamhorigheid te herdenken? Fantastisch in één woord. Fantastisch, werkelijk. Heel, heel ontroerend. Ja, vind ik wel. Den Haag kent een grote Indische gemeenschap en zij zijn vandaag onderdeel van een eenheid om de gebeurtenissen in het land waar ze zich nog altijd mee verbonden voelen te herdenken. Maar hoe is die gemeenschap eigenlijk ontstaan? Door die oorlog, door die Tweede Wereldoorlog, zijn er honderdduizenden Nederlanders, Chinezen, Indonesiërs en ook Molukkers, gedwongen naar Nederland vertrokken. En inmiddels is dat een groep van 2 miljoen Nederlanders. Dus het is een hele grote gemeenschap in Nederland waar we het over hebben. En voor hun is die oorlog nog heel relevant. Ondanks dat het steeds langer geleden wordt dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam, blijft de organisatie het belangrijk vinden om het te herdenken. Wat we de afgelopen jaren zien is dat er een sterke verjonging en een verbreding optreedt. Die verjonging is van ons voor heel belang, want die eerste generatie die zal ons de komende 10, 15 jaar ontvallen. En daarom is het extra van belang dat die nieuwe generatie het ook gaan zien als hun herdenking. Niet de herdenking alleen maar van hun grootouders, maar ook van zichzelf, dat ze hem zelf belangrijk vinden. Onze generatie sterft ook uit. En dit moet gewoon warm gehouden worden.